Colbertmouw die is tweedelig, maar ik wil een eendelige mouw ervan maken. Dus je hebt jouw bovenmouw en jouw ondermouw. Recht van draad erin zetten, ellebooglijn die ze inzetten. En dan is je vanaf de ellebooglijn is die 12 centimeter. Dus het is eigenlijk een driekwart mouw. Ja, dus ellebooglijn 12 centimeter afzetten. Dat wordt onze onderkant, de klare lijn. Dan ga ik weer mijn zijnaad opmeten in mijn voorpand. Dan zet ik hier mijn zijnaad af. Dus goed opmeten in jouw pand voor en de zijnaad afzetten. Schouderpunt, mouwenzetpunt achter, mouwenzetpunt voor. Dus mijn bovenmouw neem ik over en mijn ondermouw die haal ik eruit. Dan ga ik dit puntje en dit punt, dus deze twee punten en deze twee punten op elkaar leggen. Dus dat punt en dit punt. Dus deze twee punten en die twee, die leg ik op elkaar. Dus ik doe eerst mijn bovenmouw opplakken en dan ga ik mijn ondermouw zorgen dat dit netjes doorloopt en dat hij hier netjes doorloopt. En dan valt hij hier een klein beetje open, maar daar doen wij niks mee. We gaan hem onder netjes verbinden, want ik wil die wijte onder wil ik houden. Onderwijte, die is nu 29 en een heel klein beetje. Dus mouwenzetpunt voor aangeven, schouderpunt aangeven, mouwenzetpunt achter en hier is mijn zijnaad. Dan heb ik mijn voorpand met de Thaise zon, een borstzakje is er ook ingetekend. Ik heb hier het borstzakje. Ik heb de onderkraag, die komt stofvouw schuin van draad. Ik heb de bovenkraag. De bovenkraag gaat een centimeter extra. Centimeter en hier op nul. Bij mijn beleg, dit is mijn beleg. Vanaf dit punt aangeven, knipje aangeven, want daar komt de kraag uit. Hier komt jouw kraag uit het pand. 0, 1 centimeter 1 en hier ook naar 0 toe, naar jouw breuklijnknip. Dus dit is jouw beleg voor. Dit is jouw rokgedeelte. Geef de knipjes aan. Geef de plooitjes aan. Streepjes aangeven. Waar de plooi naartoe wijzen. Midden voor aangeven. Zijnaad aangeven. En het borstzakje. Die wordt 9 centimeter bij 2. Dus die teken je hierin op het voorpand. De mouw aangeven, schouderpunt, mouwzetpunt voor, mouwzetpunt achter, de zijnaad. Dit is de riem midden voor, recht van draad, beleg achter en dit is jouw achterpand. Die bestaat gewoon uit één geheel met de taille seizoen erin van achter, midden achternaad. En dan heb ik hier het borstzakje nog ingetekend. Die is 9 lang bij 2 centimeter. Ik hou hem ongeveer 2,5 van de achterkant af. Vanaf de achterkant, daar bedoel ik mee mijn armschat, hou ik hem vanaf. Zorg, nu kun je mooi kijken, jouw revers die ligt op het pand. Dus je kunt kijken hoe jouw borstzakje valt. Dit is vanaf de bovenkant 4 centimeter vanaf de bovenwijd. En dit is 5 centimeter vanaf de bovenwijdte lijn. En dan 9 breed en 2 hoog. De voering die zet ik er los in. Want de onderkant met de plooien, dan ga ik mijn voering er los in verwerken.